Moussaba. Zo, Moussaba. Hij is koud binnen de lijn en schoot al een keer voorlangs. En dit is nog even andere koek. Wat een geweldig doelpunt. Daar kan je als doelman alleen maar naar kijken. NEC kan omhoog kijken. Excelsior moet dat de omgekeerde weg doen. Zagre. Agrafiot is terug. Zagre. Voor het schot. Zagre. Lastig hoekie. Oh, goed binnengeschoten zeg. Snoeihard. Genauw aan voor Olij. Kust nog even de onderkant van de lat. Wegkop, maar opgevangen. Adekanje met links. Oh! Ja, volgde een voetbalreis. Een imposante voetbalreis door heel Europa. En dat hij wat kan, laat hij zien. Bobby Adekanje. Moeilijke bal voor Brouwers. En dan kan Booth eruit. Kan Zeefuik worden gelanceerd. Komt hier een volgende kans aan voor Volendam. Zeefuik maakte het bekwaam af tegen Feyenoord. Maakt het bekwaam af tegen Heerenveen. En zo komt Volendam op 2-0. Dan speelt iedereen bijna duizelig. Van Roy meteen geconfronteerd met twee tegenstanders. Onder andere Boskalli. Tanane zelf. Oh, wat een goal! Wat een goal! Van Tanane, 1-4. Dat is de klasse die hij toch heeft. Ook op een avond dat er eigenlijk helemaal niets lukt bij NEC, is daar altijd nog Tanane. Bosley. Jakub Halilovic. Terug naar Jakub. Schitterend gevoetbald. Wat een prachtige gelijkmaker is dit van Fortuna Sittard. Dwars door het hart van de Volendamse verdediging. Halilovic en Jakub. In één keer doorgespeeld door Jakub. Halilovic, oog in de rug. Perfecte moment, perfecte snelheid. Wat een schitterend steekpaasje van Halilovic. Het is 1-1. Wippertje, Odgaard, Pavlidis. Oh, wat een mooie. Toch de goal voor AZ. Slim paasje, is hier sprake van buitenspel. De lijnen gaan nog getrokken worden. Hoe dan ook, de uithaal mag er zijn van Pavlidis. Assist voor Odgaard. Lelieveld. En daar de kans en de goal voor RKC, Stevanovic. De huurling van Manchester City zorgt ervoor dat het Mandenmakersstadion even niet meer weet wat het meemaakt. Stevanovic haalt wel echt heerlijk uit hoor. Wiever, Szymanski. Szymanski komt een heel end. Maar uiteindelijk gooien wat spelers van de Eagles zich voor die bal. Paisao draait handig weg. Paisao! Prachtige goal. Rustig en dan de individuele kwaliteiten bij Paisao die hem schitterend in de bovenhoek krult. En daar toch los. Arne Slot. Rots, slim. Zo zet je Vita weg. Daan Rots, Stijn komt vrij. Maar de voorzet is niet optimaal. Regeer dan. Regeer! Oh, wat een goal! Fantastisch doelpunt van Jurie Regeer. Even de tijd, de hoek uitzoeken. Pandoer is kansloos en Twente staat op 2-0. De Jong. Van Aanholt. En dus Simons vanaf links.
Simons. Dat is lekker geschoten. Wat een heerlijke goal van Xavi Simons. Wat is het toch een heerlijke speler om naar te kijken. Ja, echt mooi gedaan. Niet alleen het schot, maar ook de manier waarop hij de bal klaarlegt is van grote klasse. Misicjan. Ja, nu dan. Hij schuift de bal heel rustig in de verre hoek. Virgil Misicjan. De ingooi van Small. Hij staat helemaal vrij. En wordt dan met rust gelaten. Van de Hoorn loopt steeds verder terug. Gaat ervan uit dat het achter hem allemaal wel goed gedekt is. Hij wordt door de benen gespeeld. Bolcic. Mirani. Pavlidis. Op zijn huid. Verspeelt de bal. Hier is Van Bommel. En die jaagt hem even in de bovenhoek. Terecht applaus van Pascal Jansen voor deze wonderschone treffer van Ruben van Bommel. Dat Bakhuis hier niet tegen opgewassen is, ja, dat lijkt me logisch. Wat een granaat van een uithaal. Tekende opening van Lozano. Bakayoko, deze sprint buitenom. Daardoor Bakayoko naar binnen. Schitterend! Magistrale treffer van Johan Bakayoko om er 0-2 van te maken. Je moet wat meebrengen om Nick Olij in deze vorm te passeren. Bakayoko denkt, nou, probeer deze maar eens tegen te houden. En geen schijn van kans voor Olij. Saito, goed. Dit is mooi, dit is verrassend. En dan achterin Pinto hard voor. Oh! Mooie goal, Sparta op 1-0. Schitterend zeg hé. AZ wil nog wel een doelpunt maken. Adai Pavlidis wil natuurlijk graag een doelpunt maken. En is hier vrij, gaat de kans krijgen. Pavlidis! Zo, wat een mooie! Zo maakt hij toch nog even zijn 18e van dit seizoen. Niet buitenspel. Pavlidis ziet Bakker wat voor zijn doel. En maakt het echt geweldig af. Nunnely kan Lelyveld opzoeken. Sarawi niet bereikt. Uiteindelijk heeft Heerenveen nog de bal. Nicolaescu, wat een openingstreffer. En wat een manier om jezelf te presenteren. Je kunt maar één keer een eerste indruk maken. En dit is de indruk die Nicolaescu achterlaat. Snel aannemen en al vallend die bal langs vazen poeieren. En je ziet ook direct zijn tweebenigheid. Zojuist een keer met links geschoten, nu met rechts. Strak gevolleerd. Geef mij de bal en 4 doelpunten met me. Belkier. Die ziet dit. Oh, ho, ho. Dat is nog eens een binnenkomer. Mohamed Belkier. Boom. Rookie naar Tseni. Flap. Tseni. Ugalde. Tseni. Schitterend. Fantastisch doelpunt van Twente. En wie anders dan de man in vorm bij de ploeg in vorm. Václav Tseni voor Twente. Tseni, Flap. En Ugalde, dubbele 1-2. En onder Nopper door. Ja, brede glimlach bij Ron Jans. Dost. Die probeert het maar een keer. Waarom ook niet? Wat een goal, zegt Bas Dost. Je kunt je als spits
het niet permitteren om dit soort ballen niet gewoon op doel te poeieren. Zo'n heerlijke stuit. Het zijn van die ballen die je in je droom af en toe erin schiet. Voor Bas Dost is het werkelijkheid. Goes naar Odgaard. Combinatie door het midden, komt per toeval uit bij Mijnans. Richting Karlsson, die moet spectaculair en die gaat spectaculair. En dan is het 2-0. 27e minuut. De voorsprong verdubbeld. Was het bij de 1-0 Karlsson naar Mijnans, is het nu Mijnans naar Karlsson. Maakt het mooi af. Mijnans met rechtsvoor en dan is dit spectaculair gedaan door Karlsson. Dan krijgt Mijnans na een eerdere goal nu ook een assist op zijn naam. Hato. Medic gaat het proberen. Zo! Jakob Medic. Van, nou toch zeker een meter of 30. Poeiert hij die bal in de kruising. Waanzinnige knal van Jakob Medic. Ho, 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 ho. Bewegingen van Saroui, wat gaat het opleveren? Komt in ieder geval tot een voorzet. En dan uit de tweede lijn. Ja, zo wat een fantastisch doelpunt. Spanning terug naar deze moker van Van Ottelen. Nee, je kunt niet zeggen dat Heerenveen Feyenoord met de rug tegen de muur zet. Dat het de ene naar de andere kant bij elkaar voetbalt. Maar wat een fantastisch doelpunt van Van Ottelen in de dropkick. Als die de diepte in wordt gestuurd. Druif positie kiest voor de goal. Gaat over Druif heen. En daar is Van Brugge. Afvallende bal. Lekker gevolleerd. En wat een wereldgoal is dit van Davy van den Berg. Pek startte goed, maar dit is een waanzinnig mooie bekroning. De afvallende bal via Van Brugge bij Van den Berg aannemen en dan waanzinnig lekker van de slof laten vallen. Ja, het is de 13e tegentreffer van Almere City al dit seizoen. Maar hier is echt geen kruid tegen gewassen. Kramer, die heeft weer wat gezien. En als Kramer iets ziet. Ho, 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 ho. Michiel Kramer krijgt de handen op elkaar. Zelfs van de Go Ahead Eagles fans. Maakte nog geen enkele treffer buiten Waalwijk. Nou, daar is hij ook gelijk klaar mee. Hij heeft heel even zijn blik richting de lange geworpen. En dan voert hij het zo uit. Wat een heerlijke goal van Michiel Kramer. Een sieraad voor het Nederlandse voetbal.